Stel je eens voor. Het is oorlog. Je bent kind. En je woont bij je vader en je moeder in Amsterdam. Op een dag komt de politie vertellen dat je moet verhuizen. Naar Oost-Europa. Omdat je Joods bent. Je gaat met je ouders naar een streng bewaakt gebouw. Binnen is het vol met andere mensen. Iedereen is bang. Niemand weet wat er zal gebeuren. Dan vertellen je ouders dat je naar een crèche moet aan de overkant van de straat. Ze zeggen gedag en je weet niet of je je ouders daarna ooit nog zal zien. In de crèche zijn een heleboel andere kinderen, maar je kent bijna niemand. Een van de oppassers komt naar je toe. Ze verstopt je en smokkelt je langs de bewakers. Je gaat met vreemde mensen mee de trein in en reist door heel Nederland. En voor je het weet, zit je op een boerderij, ver weg van huis, bij mensen die je niet kent. Helemaal alleen. Jarenlang. Dat is wat Salo, Foke, John, Liesje en 500 andere Joodse kinderen overkwam. Zij hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, omdat zij zijn gered uit de crèche. Hier vertellen zij hun verhaal en het verhaal van hun redders. Op 10 mei 1940 wordt Nederland aangevallen door Duitse soldaten onder leiding van Adolf Hitler. Na 5 dagen moet Nederland zich overgeven. De Duitsers krijgen de macht en blijven tot mei 1945 de baas in Nederland. De Duitse bezetters zijn nazi's, ofwel nationaal-socialisten. In het nationaal-socialisme is er geen vrijheid en democratie. Eén man is leider, Adolf Hitler. De rest moet gehoorzamen. In Nederland wordt de bevolking onderdrukt en men moet de Duitse bezetters gehoorzamen. De Joden lijden het meest onder de bezetting. De nazi's waren antisemieten en dat betekent dat ze tegen de Joden zijn. Hitler gaf Joden de schuld van zo ongeveer alles wat slecht ging. Er komen steeds meer anti-Joodse maatregelen. Joden worden gediscrimineerd en gepest. Ze mogen niet meer naar de dierentuin, de bioscoop, het zwembad, het café of met de tram. Ook het park en de markt wordt voor Joden verboden. Joden worden gedwongen om bij elkaar te wonen in aparte wijken. Joodse kinderen moeten naar aparte Joodse scholen. Vanaf mei 1942 moeten ze een Jodenster op hun kleding dragen. In 1942 besluiten de nazi's in het geheim dat alle Joden moeten worden vermoord. Ze bouwen concentratiekampen in Oost-Europa. Dan begint de deportatie. Deportatie betekent het wegvoeren van de Joden naar de concentratiekampen. Na de oorlog blijkt dat er in die kampen 6 miljoen Joden zijn vermoord. Meer dan 100.000 van hen waren Nederlander. Mannen, vrouwen en kinderen. In Amsterdam moet je je voor deportatie melden bij de Hollandse Schouwburg, een theater vlakbij dit museum. Je moet er vaak dagenlang wachten, met honderden tegelijk, tot de treinen je wegvoeren naar de kampen in het oosten. De Schouwburg is klein en kinderen zorgen voor veel lawaai en overlast. Alle kinderen tot 13 jaar moeten daarom naar een crèche tegenover de Schouwburg. Pas op het moment van deportatie zal je je ouders weer terugzien. Het beeld, dat staat dus ook in mijn hoofd gegrift op mijn netvlies, dat mijn ouders dus op het toneel stonden met dekens en met een koffer. En ik stond daar dus beneden. En ik wilde naar mijn vader en moeder, dus ik deed zo. Maar ja, en dat was het dus het laatste wat ik van ze gehoord heb. Toen ik werd weggehaald en naar de kindercrèche gebracht. En ik heb mijn ouders nooit meer teruggezien. Voor de meeste van de 5000 kinderen
is de crèche de eerste halte op weg naar de ondergang. Maar 500 van hen worden gered uit de handen van de Duitsers. Om te kunnen vluchten moet je eerst uit de administratie verdwijnen. Mensen van het Joods Verzet, zoals Walter Suskind, zorgen dat namen van kinderen uit de registers worden gehaald. Dat is de eerste stap van je verdwijning. Na je papieren verdwijning moet je worden weggesmokkeld door medewerkers van de crèche. Dat gebeurt op de raarste manieren. In mijn herinnering was dat 's avonds, was het al donker, ben ik wakker gemaakt, aangekleed en mee naar de tuin genomen. Het was achter de crèche een grote tuin. En ik ben toen, wat ik me herinner, over de schutting getild. En aan de andere kant stond één of twee mensen, dat weet ik niet meer, een meneer in ieder geval. En die heeft mij in een jute zak gestopt en over zijn schouder mee naar buiten genomen. Dat is wat ik me herinner. Eenmaal uit de crèche begint de vlucht pas echt. Waar moet je heen als Joods kind zonder ouders? Verzetsmensen hebben onderduikadressen geregeld. Ver weg van de stad, in Friesland en Limburg. De reis naar die onderduikadressen zit vol gevaren. Maar die treinreis, dat is een crim geweest. Want je moest je schuil houden, je moest niemand zijn, je moest niet opvallen, je moest volstrekt weg uit het publiek. En als je in een trein gaat zitten, ben je vol op publiek. Je zit er, je bent iemand, je bent aanspreekbaar. En dat is natuurlijk vreselijk spannend, dat was ontzettend. Eenmaal veilig aangekomen bij het onderduikadres, begint een nieuw leven. Je krijgt een nieuwe, niet-Joodse naam. En moet wennen aan het leven op een boerderij. En aan je nieuwe gezin. Met pleegouders. En broers en zussen. Kom je in Friesland, krijg je een andere naam, andere identiteit. Maar dan houdt het op. Want je verjaardagen worden niet meer gevierd. Je weet dus niet meer hoe oud je bent. Want dat hou je niet meer bij. Je weet, ik heette toch Salo? Nee, ik heette opeens Japje. Nou, als je 3-4 jaar achter elkaar hoort dat je Japje heet en dat je Fries moet spreken. En dat je naar de dominee moet of naar de pastoor. En dat je psalmpjes moet gaan leren. Dan raak je helemaal uit je gewone ritme. Maar ook op het onderduikadres ben je je leven niet zeker. Altijd dreigt het gevaar dat de Duitsers je ontdekken. Zoals bij Foke, die haar onderduikvader vader noemt. Toen liep mijn vader en moeder liepen een keer met mij op straat in de kinderwagen. En kwam een van hun vrienden kwam langs. En die keken in die kinderwagen. En dat heeft mijn vader me verteld. Hij zei, dat was vreselijk, want hij zegt, Sietsma, en dan zeg ik het even in het Fries, dat vind ik toch wel leuk, dat liek het wel een Joods mensje. Waarop mijn vader enorm schrok. En die is later naar hem toegegaan en die heeft gezegd, je hebt gelijk. Maar praat er nooit over. En het is ook niet gebeurd. Op 5 mei 1945 is de oorlog afgelopen. Soms keren de ouders van de crèchekinderen terug uit de concentratiekampen. Maar de meesten niet. Zij zijn door de nazi's vermoord. Ik moest huilen. Ik besefte toen wie ik kwijt was. Je besefte toen? Ja, toen had je plotseling iets van, dit is even zo, gaat dat door je heen. Maar ik had ook zoiets van, één ding. Dat één ding staat voor mij vast, dit nooit meer. En dit was dus die hele vervolging, die hele ellendige oorlog met al die dingen die er vast zitten. Dit nooit meer. Salo, Foke, John en Liesje zijn nu oude mensen. Zij hebben als kind de oorlog overleefd, maar de oorlog heeft ze nooit losgelaten. Steeds weer denken ze aan het afscheid van hun ouders. De angst tijdens de vlucht. Het nieuwe leven. En de eenzaamheid op het onderduikadres. En steeds blijft er de vraag. Waarom heb ik de oorlog overleefd en zijn al die anderen vermoord?